Goedemorgen iedereen, bij jullie zijn om een verenigingsoord en hier voor het winkel staan is bij Els Natuurwinkel. Hier zijn er heel veel producten verkoopt. Als jullie graag een keer naar hier willen komen, laat ik altijd reactie achter zitten. Mag ik even zeggen daarover, over reacties. Als jullie heel graag een keer naar Els gaat, ga gewoon naar een vriendelijkzorg gaan. Dat is hier een leuke omgeving en ook natuurwinkel. Nooit eerder is op Frederiksoord natuurwinkel. Hier is de enige in onze buurt zijn. Dus echt onwijs leuk, maar mijn eigenaar is. Ik vind dat heel leuk dat mama dat gedaan heeft. En het goed zien. En nu hebben we resultaat. Mama heeft een eigen winkel. En mama gaat onwijs druk gehad in de winkel. Nou, echt bizar veel mensen op afgekomen. Nou, ik vind dit wel bizar leuk. Omdat ik zo leuk vind om jullie om hier te zijn. In Frederiksoord. En ik vind het ook super leuk. Je mama heel veel klanten per uur heeft gehad. Het is meer dan Alpenheim. Echt meer dan 1000 man was toen hier gekomen. Echt bizar. Ja, dat mag ik echt eerlijk zeggen. Dat is mijn gevoel. Dat je bizar vindt. En ik... Leuk is voor jullie... Gaan jullie ook naar hierheen? Hoe trek meer van mama's en winkel aan en help natuur. Zo helpen natuur en voeding bij elkaar zitten brengen. Ik hoop dat jullie dat video leuk vonden in deze video. En ik hoop dat er bijen dol op jullie zijn en natuur. En ik hoop dat jullie een hele fijne dag. Als je nog meer wil horen en als je wil maar met de winkel willen gaan, dan hebben we een reactie onder. Uit Frederiksoord en de website van mama bij Els natuurwinkel.nl. Hier kun je hieronder kwijt en ik hoop dat jullie weer reactie onder kan blazen en of daarnaast je altijd zien. Ik zie jullie weer. Hele fijne ochtend. Hele fijne ochtend iedereen. Iedereen, fijn dat jullie er zijn om mijn YouTube kanaal kijkt. Vandaag gaan we over met mama de winkel over hebben. Els de Clubler is, weet iedereen nu wat mijn eigenaar is. Ik heb al vaak verteld over mijn mama. En gaan we vandaag gaan doen. Moet ik echt tegen de kijkers over de mama de winkel. Als we naar de winkel gaan, naar mama, die onwijs druk gehad hebben. Ik vind dat mama was onwijs druk gehad. Laatste tijd. In de winkel. Nou, ik vind het super leuk hoe druk het is van mama. En dat vind ik ook heel erg leuk om de drukte meer te komen voor mama, dat is meer aandacht en ook voor de natuur te maken.
hoe meer aandacht hoe mama hebt, kan zijn dat Albert Heijn kan fluiten. Waarom zeg ik dan dat Albert Heijn kan fluiten? Omdat de Albert Heijn dicht gaan en meer natuurwinkels in Nederland meer inkomen dan heel veel Albert Heijn kan opgaan. Die ga je niet naartoe gaan. Doe dat niet. Albert Heijn en een koop is slecht van milieu. Ga naar mama. Mama is een natuurwinkel. Ga daarheen. Mama heeft meer natuurproducten die verschrikt zijn voor mens en dier. Mama is beter dan alle mensen ten samen leven. Maar waarom wil ik even zeggen? Mijn mama helpt mensen en helpt dieren. En Jonathan, de Klippelaar en Hans is erbij getrokken. Omdat wij gaan niks weggooien. Ook geen plastic en geen voedingswaarden. Niet weggooien, dat doen wij hier niet. Echt niet. En ik wil een grote kans om mij en jou kunnen helpen hoe belangrijk is natuur is en de natuur kan redden. Dat kun je alleen doen als je naar mama gaat. Dan helpt natuur en onze mama de winkel. En ik wil meer aandacht aantrekken voor dieren en geweld tegen dieren. En jaren doen we niet bij mama's winkel. We doen het niet anders. Om veganistisch. En sommige mensen veganistisch zijn. Laat dan meer veganistisch komen. En laat dan meer weten. Ik hoop dat jullie dat deze video leuk vonden. En als jullie nog niet genoeg hebben over mama de winkel gaat, je kunt nu nog altijd naar de website gaan. www.bijjosnatuurwinkel.nl. Kun je naartoe. En ik zie jullie weer. Hele fijne dag. Ik hoop het. In deze video als je meer over de natuur gaat. Ik zeg een hele fijne dag.